Ja, dat was een zoemer, Kim. Een zoemer vanuit de sporthal. Ik sta hier terwijl achter mij de ladies final, de finale van de meisjes van het basketbal, scholierenbasketbaltoernooi van de basisschool uit Landsmeer bezig is. En de finale gaat tussen de Fuik in de rode shirts en de blauwe shirts zijn van de Wagenmaker. En het is een florisante voorsprong op dit moment voor de Wagenmakerschool. We krijgen vandaag ook de Gents Final te zien. En Lucas en ik gaan eens even kijken hoe dat gaat vanaf de bank gezien. Ja? Loop even mee. Amy. We gaan even kijken wat de Fuik te zeggen heeft. Het gaat niet lekker met de Fuik. Wat gaan jullie doen? Aanvallen. De power erin. De power erin en goed verdedigen. En dan moet het lukken. Ja, de meeste mensen beleven zo'n wedstrijd vanaf de tribune, maar nu vanuit de bank. Even naar de coach. Gaat die lekker? Hij gaat, het van doet toe gaat hij hartstikke goed. Dus, 5-0 voor, dat kan bijna missen we. Nog 8 minuten, moet kunnen. Dus. En de wissels, een goede wisselbank ook? We hebben alleen maar goede spelers. 9 goede spelers. Hele luxe heb ik. Oké, wie is de pinzitter? Wie is de? Pinzitter, wie scoort het meest? We hebben 8 scorende spelers en 1 verdeelster, dus dat gaat goed. Oei, dat krijgt er vaak wat moeilijk. Het is inmiddels 7-0. Oh, het is 9-0. Oh. Hoe gaat het met de Fuik? Lucas, ik zie tranen bij de Fuik. Kom, we gaan even kijken. Gaat goed met jullie? Ja. Opeens komen jullie terug, zeg. Ja. Spannend? Ja, heel spannend. Hij gaat er weer in. 11-6 is het. Oh, wat een finale bekijken wij, zeg. Hey, doe laat ze lopen, hè. Geen centimeter, geen ze met opspelen. Ja? Geen centimeter, erbij. Zorg dat je ervoor staat, ze bal niet aan kunnen nemen. Kom op, ga door. Het is 13-8 geworden voor de Wagenmaker. Even kijken of ze blij zijn. Zijn jullie blij, meiden? Ja! Hey, hebben jullie veel getraind? Ja, gaat. Met Gim vooral. Van wie krijg je Gim? Jan Korf. En dat is een goede basketballer? Ja, niet echt. Jullie zijn beter? Ja! Veel beter! Wat gaan we doen vanavond? Feest! Drinken bij Jamie! Oké, hey, veel plezier! Oké, veel plezier. Nee, maar vriendinnen. Oké. Hey, veel plezier. Dank je. Nou, verloren balen. Ja, echt heel erg hoor. En het zat erin, hè? Ja. Het was 5-0 achter, het was 9-0 of zo. En toen kwamen jullie terug. Ja, wel. Hoe noem je dit gevoel? Een rood gevoel. Ja. Dat we hebben verloren zo. Maar wel knap dat jullie in de finale zijn gekomen, toch? Ja, dat vinden we wel knap. Wie is jullie trainer geweest? Marjan. Dus jullie hebben een echte trainer gehad? Ja, nou, we vinden het sowieso niet erg. Er zit niemand hier op basketbal, dus we vinden het sowieso niet erg dat we tweede zijn. Maar het is ook gewoon leuk om mee te doen, hè? En dan zo'n succes halen. Ja, was wel leuk. Ja. Wat zeg je? Het scheelde helemaal niet zoveel. Ik vond het een prachtfinale. Wat gaan we doen dadelijk? Feestvieren misschien? Toch wel feestvieren. Ja, Oké. Ja, zo is dat. Gefeliciteerd. Dank je wel. Thank you.
Ik sta hier naast twee speelsters van Probert Lions. Zij gaan de MVP, de Most Valuable Player, de meest belangrijke speler van de teams uitzoeken. Zowel bij de dames als bij de heren. Die krijgen ook een prijs aangeboden. En het zijn Molly McDowell en Chelsea Warburton. Molly. Yes. What are you looking at when you have to look for the MVP? Well, we look at everything combined. Scoring, rebounding, hard working, everything that goes into the game of basketball. That's what we're trying to find for the MVP. And what did you see in the ladies' final? Good players? Yes, they're all good. They all had fun. They all played well. So it was fun to watch. You made already your choice? I think we have. Okay. But I can't tell. Okay. you're now in Holland. You're playing for Probert Lions. We go to your basketball. How it goes with Probert Lions? How's it going? Yes. It's going well. We play tomorrow, so we're excited for that. But it's fun. But Den Helder's still stronger? Well, we don't know if they're stronger. They've beaten us twice, we've beat them once, so we'll see what happens in the third game of the competition. Okay, the 28th is the final for the cup final in Almere against Binnenland. You win, I think. Yeah, we're gonna win. Okay, thank you. The gents final starts. Thank you. Okay. Nou ja, Probert Lions, deze twee dames, die hebben een prachtige wedstrijd gezien met heel veel talent. En de dames gaan eigenlijk best wel lekker bij Probert. Ja, Den Helder sterker. Ja, dat zou kunnen, maar dat hoeft helemaal. Die competitie is nog niet afgelopen. En 28 maart staan ze in de finale tegen Binnenland, de cupfinal. Om de cup van Nederland. In Almere wordt die gespeeld. In 28 maart in Almere de cupfinal. En 21 maart kunt u Probert wel zien hier in de sporthal. En dat is tegen de Grasshoppers. Wat ons betreft, Lucas en mij, wij gaan nu naar huis. Want we moeten gaan monteren, want ik moet er allemaal zondag in. Kim, neem jij het over?